Huizen bouwen met steen, staal en beton is belastend voor het milieu. Hier in de werkplaats vertel ik je hoe en met welke materialen dat beter kan. Nederland en andere Europese landen hebben met elkaar afgesproken dat we in 2050 klimaatneutraal zijn. Dat betekent dat we dan geen broeikasgassen meer uitstoten of dat we die compenseren. En het heeft niet alleen betrekking op de industrie, de landbouw en het vervoer, maar ook voor de bouw. Traditioneel ziet het Nederlands huis er zo uit. Een fundering van beton, vloeren van beton, bakstenen buitenmuren, dragende binnenwanden van kalkzandsteen en een dak met dakpannen. Maar bij de productie van al die bouwmaterialen ontstaat veel CO2-uitstoot. En daarmee kunnen we onze klimaatdoelen voor 2050 misschien niet halen. De oplossing daarvoor is circulair bouwen. Dat kan op drie manieren. Eén is zorgen dat de bouwmaterialen niet op de afvalhoop belanden. Dat kan als jij bijvoorbeeld niet de eigenaar bent van je zonnepanelen, radiatoren of raamkozijnen. De producent blijft dan eigenaar van die producten. En als die vervangen moeten worden, dan kan de producent de producten terugnemen en de materialen herverwerken tot nieuwe producten. Twee, je wil van alle materialen waarvan je de CO2-uitstoot niet kan compenseren, dat ze veel langer worden hergebruikt. Beton, staal, steen, maar ook kunststoffen kunnen nog best een tweede, derde of vierde leven krijgen. Drie, je wilt werken met materialen die oneindig beschikbaar zijn. Dat zijn natuurlijke materialen die je steeds kunt laten groeien. Denk daarbij natuurlijk aan hout, maar ook andere natuurlijke materialen zoals bamboe, riet, vlas en hennep en listodden. Een circulair gebouwd huis kan er dan zo uitzien. Voor de constructie en de muren kun je hout gebruiken en aan de binnenkant kunnen die worden afgewerkt met vezelplaat waar hennepvezel in zit. Vlas en listodden zijn goede isolatiematerialen en voor het dak zou je hergebruikte dakpannen of, net zoals vroeger, riet kunnen gebruiken. In Nederland maaien we riet 2 keer per jaar. Dan gooien we het weg en daarbij komt CO2 en ook methaan vrij, een ander broeikasgas. Dat is zonde en onnodig, want we kunnen het materiaal goed gebruiken. Hout heeft lang een slecht imago gehad. Het krimpt en zet uit, kan barsten krijgen, kan rotten en schimmelen, tenzij je het vaak schildert. Tropisch hardhout heeft dat nadeel niet, maar dat moet van ver komen. En nog veel ernstiger, daarbij wordt het tropisch regenwoud aangetast. Gelukkig heeft de wetenschap daar wat op gevonden. We kunnen nu houtsoorten die makkelijk vergaan net zo sterk en hard maken als tropisch hardhout. Dat kan op 2 manieren. De eerste methode heet acetyleren. Dan bewerk je het hout chemisch met azijnzuur en breng je het onder druk. Het azijnzuur verandert de celstructuur van het hout. Daardoor kan er geen water meer bij en kan het hout niet meer rotten of schimmelen. Iets soortgelijks gebeurt bij methode 2. Daarbij gebruiken we water. Die methode heet platoniseren. Simpel uitgelegd. Het hout wordt eerst in water gekookt en na het koken wordt het gebakken. Ook zo verhard je de celstructuur, waardoor het hout weersbestendig en stijf wordt. Dat verbeterde hout kun je toepassen op alle plekken die met regen en wind in aanraking komen. Dat is bijvoorbeeld in de grond of aan de buitenkant van een gebouw. Dat verbeterde hout gaat tientallen jaren mee en dat is net zo lang als tropisch hardhout, staal of kunststoffen. Natuurlijk kost de productie van dat verbeterde hout meer energie, maar dat is nog maar een fractie van de energie die nodig is voor de productie van staal. En bij de productie van staal en kunststoffen ontstaan ook nog veel andere nadelige milieueffecten. En het mooie is, er is hout genoeg. Alleen niet in Nederland. Eeuwenlang hebben wij ons hout gebruikt en veel te weinig aangeplant. Maar ook nu groeit het hout weer aan in Nederland. En dat geldt voor heel Europa. Alleen al in Midden- en Noord-Europa is de aangroei van nieuw hout 300 miljoen kubieke meter. Als je bedenkt dat je voor een houten huis ongeveer 10 kub nodig hebt, kunnen we dus in Europa 30 miljoen nieuwe houten woningen bouwen, elk jaar weer. Stammen van bomen kun je voor heel veel producten gebruiken. Van groot naar klein, balken, latten, vlokken voor OSB-plaat en vezels voor houtvezelplaat. Pas dan komt pulp om karton en papier mee te maken. Zodra je van bomen pulp hebt gemaakt, kun je er nooit meer balken van maken. Helaas gebruiken we nu het grootste deel van het hout om papier en karton mee te maken en dat is dus eigenlijk ontzettend zonde. Beter kun je hout zo lang mogelijk gebruiken in de hoogwaardigste functie. Waarom is bouwen met hout nu zo belangrijk? We bouwen nu vooral met materialen die opraken en die nauwelijks worden hergebruikt. Als we zo doorgaan, dan hebben we in 2050 een enorm probleem, omdat die materialen tegen die tijd schaars zijn. Daarom moeten we bossen blijven aanplanten en veel meer bouwen met hout. Wat klopt er wel en wat klopt er niet aan de kerststal? Of is het allemaal verzonnen? Ik ben theoloog Frank Bosman en volgende week vertel ik je daar alles over.